Hi, ik ben Kenny B en je kijkt naar Merwe TV. Ho! Sliedrecht staat bekend als het baggerdorp. Vandaag op het baggerfestival is hier het Baggerplein, waar opleidingen de baggerindustrie promoten. Waarom is het in uw ogen belangrijk dat de baggerindustrie gepromoot wordt? Omdat er wereldwijd nog steeds heel veel vraag is naar mensen die in deze sector kunnen werken. Je ziet het ook dat mensen die bij ons afstuderen allemaal zonder problemen aan een baan kunnen komen. Er is gewoon een tekort aan dit soort mensen, dus het is belangrijk dat mensen deze opleidingen gaan volgen. Het is ook belangrijk dat de omgeving weet wat waterbouw inhoudt. Dat ze dus ook weten wat voor soort werk het is. En dat het dus niet alleen maar het scheppen van zand inhoudt. En kunt u kort uitleggen wat het dus inhoudt? Waterbouwkunde is eigenlijk alles waarmee je probeert om het gedrag van water in goede banen te leiden. Dat kan zijn door goede scheepvaartkanalen te graven, maar dat kan ook zijn dijken bouwen. Dat kan ook zijn door te zorgen dat de kwaliteit van het water goed is, dat je dus niet te veel vervuiling hebt. Het aanleggen van nieuwe terreinen, nieuwe landen zoals in de Arabische gebieden gebeurd is. Dus de waterbouw is heel breed. Het is dus eigenlijk alles wat op het grensvlak van land en water plaatsvindt. We staan hier bij een model wat te maken heeft met de baggerindustrie. Wat voor model is dit? Dit is een model om te laten zien hoe stenen zich gedragen in water. Als je een dam wil maken in een stroming, dan heb je daar een bepaalde steengrootte voor nodig. En in dit model kan je laten zien hoe dat dan ongeveer werkt. Ik pak wat stenen. Die stenen die leg ik er nu in. En wat je dus ziet gebeuren, is dat nu die stenen nog allemaal netjes middenop blijven liggen, maar bij de volgende hand nu zie je dat als ik stenen laat vallen, dat al die stenen aan de benedenstroomse kant naar beneden gaan rollen. En je ziet ook dat ik op een gegeven moment die dam niet meer hoger kan krijgen. De volgende hand stenen blijft niet meer liggen. Dat komt omdat de hoeveelheid water die je doorheen stroomt, die blijft hetzelfde, want dat is gewoon een pomp die de boel rondpompt. Mm-hmm. Maar doordat ik de ruimte voor dit water steeds kleiner ga maken, neemt de stroomsnelheid hierbovenop toe. Ja. En op een gegeven moment wordt die stroomsnelheid zo groot dat die stenen niet meer blijven liggen. Dus je krijgt met deze steengrootte dit nooit helemaal afgesloten. Je moet dus een grotere steensoort hebben.